wat voor soort achtbaan gaan wij gebruiken in dit Wilde Westgebied? Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Parkitect. En ik zal maar gelijk straight to the point zijn, oftewel recht door zee. We gaan een nieuwe achtbaan bouwen. Dat lijkt me een tof idee. Vorige keer hadden wij die Enterprise geplaatst. Dat was natuurlijk een trail ride. En ik zou misschien meer flat rides kunnen plaatsen. Maar als ik zo een beetje kijk, ik bedoel, zo'n lanceerachtbaan ziet er gewoon fantastisch uit. We hebben natuurlijk een kinderachtbaan. We hebben ook nog een houten achtbaan in de hoek. Er moet gewoon weer een nieuwe achtbaan komen. Want het spel... Wow, die treinen gaan snel achter elkaar. Kijk dan, joh. Jeetje. Of het is gewoon hoge capaciteit. Of het gaat gewoon lekker met deze achtbaan. Want het karretje zit wel helemaal vol. Alleen deze zit... Nou ja, 3 mensen. Maakt het uit. Daarvoor gaat hij natuurlijk ook gewoon starten. Maar de Enterprise is de nieuwste aanwinst. En nu gaan we dus een attractie plaatsen in het Wild Westgebied. Ik heb het een beetje uitgebreid. Ik heb hier ook de berg een beetje... een beetje verder gebracht. Het kwam ongeveer tot hier zo. Nu heb ik het helemaal doorgetrokken. En dat geldt ook voor de achtbaan. Die heb ik ook een soort tunneltje gegeven nu. Dat is nieuw. Dus dat gaan we natuurlijk ook een beetje kleuren met de terreintextures. Dus ik ga even naar het zand. Dit is dan het zand. En dat kunnen we dan een beetje gedeeltelijk... Wil ik dus de houten achtbaan aan de zijkant gewoon lekker teamen met Wild West. Volgens mij is dit geen goed zand. Ik moet deze gebruiken. Ja, dit is veel beter. Oké, dan gaan we dit even helemaal onderkleuren, zelfs de zijkant. Maak het uit, begint alweer lekker te regenen. Een goed begin voor de aflevering. Maar ik hoop dat ik het een beetje goed maak met dus het idee dat we een nieuwe achtbaan gaan maken. En het ziet er een beetje saai uit misschien, maar dit wordt echt een heel groot themagebied. En waarom? Omdat, weet ik veel. Ik vond het gewoon een leuk idee om in de hoek gewoon een compleet Wild West scenario te bouwen. En gedeeltelijk ook gaan we dus de dark ride ook in een Wild West tintje gaan we dat maken. Dus ja, de ondergrond ga ik nog even niks mee doen. We gaan ons eerst focussen op de achtbaan zelf. Want wat voor soort achtbaan gaan wij gebruiken in dit Wilde West gebied? Ik dacht eerst aan misschien wel een wilde... Maar ja, natuurlijk een mijntreincoaster is wel heel cliché. En aangezien we ook al een houten achtbaan hebben, wil ik die niet plaatsen. Ik dacht eerst aan een spinningcoaster, maar misschien kan een verticale valachtbaan ook wel weer heel leuk staan. Omdat het moet wel een beetje een spannende attractie worden. Of een wilde muis, ja, kan ook. Maar een wingcoaster is natuurlijk wel weer, ja, weet je, dat is wel echt populair. En ik vind, ja, weet je, we hebben nog geen hangattractie in het park. Dus daar kunnen we natuurlijk ook een keuze in maken. Ik ga voor een verticale valachtbaan. En waarom? Ik weet het niet. Het lijkt me echt een hele toffe achtbaan. En het moet echt een beetje een trail ride worden. En ik heb niet veel ruimte voor een wingcoaster. Ik heb al een beetje uitgetest en een beetje geprobeerd om een layout te maken in de tussentijd. Maar het lukt me niet zo. Het is gewoon best wel lastig. Dus vandaar gaan we gewoon voor een attractie als dit. En misschien is het wel grappig. Ik kan natuurlijk een scherp bochtje maken. En de attractie kan recht omhoog. Dus stel je voor, we doen gewoon hier al in één keer de optakeling. En dat hij dan over het pad gaat en dan hier nog verder door. Dat lijkt me echt super tof. Dus even kijken hoor. Hier hebben we dan het begin. Nou, dan gaat hij gewoon vooruit. Dan doen we al de optakeling hier. En dan gaat hij dan recht omhoog. Dat is natuurlijk belangrijk bij zo'n achtbaan als dit. Volgens mij is de optakeling... Ja, er is een kettinglift. Mooi zo. En hoe hoog gaan we maken... Ik denk een meter of 13. Dat is wel vrij hoog natuurlijk. Wel eens heel spannend. En wat doen we dan daar? Gaat hij dan gelijk naar beneden over het pad heen? Ik denk dat dat wel heel vet is. Gewoon recht naar beneden. Zo. En dan even kijken hoor. Dan gaat hij verder naar beneden. Oh, ik heb niet zo'n vrije valduik. Dat zou nog mooier zijn. Even kijken of dat er bestaat. Dan moet ik even gaan scrollen. Waarschijnlijk wel. Kijk, dit moet je hebben. Oh, dat is fantastisch. En dan in één keer dit. En dat doen we dan even. Oh, dit is heel gaaf. Ja, juist dit wil ik. Oké, kijk, recht naar beneden gaat hij het onderdoor. Dat is helemaal uniek. Heerlijk, ik zit nu al te genieten. Veel beter dan die wingcoaster. De wingcoaster doen we nog wel een keer als we een nieuw park gaan maken. Dat komt helemaal in orde. Even kijken hoor. Ja, ik vind dat bouwen... Ik blijf het wel eerlijk zeggen. Het bouwen in het spel is best wel pittig. Althans vind ik. Ik vind het best wel een uitdaging altijd. Nou, weet je wat? We maken gewoon een spiraal. Waarom doet hij dit niet? Raakt hij... Oh, hij raakt de baan natuurlijk. Oké, dan moet ik hem bijvoorbeeld een... Hij heeft wel genoeg speed. Dus ik zou hem in principe een beetje kunnen inkorten. En nou weer naar beneden kunnen laten gaan. Kijk, dan doet hij het wel. En als ik deze dan weer meer speed geef, dan doet hij het weer niet. Of iets wel meer... Oké, dit is best wel een hele steile heuvel. Moet je maar kijken. Het karretje gaat wel lekker hard. En flinke speed. Alleen hier zo die heuvel. Ik weet niet of dat een soort van knikje geeft. Voor mijn gevoel loopt dat niet helemaal soepel. Dus dat is misschien wel even een probleem. Even kijken hoor. Ja, nee, het gaat wel.
Dit ziet er wel leuk uit. Nou, dan krijg je dit stukje even rust, momentje. En dan gaat hij weer naar beneden. Zo, ik denk flink stijl. En dan doen we weer een bochtje, zo. En dan gaat hij hier zo. Kijk eens even, dit is een mooie speed. En dan gaat hij niet onder de grond. Het liefste niet, maar ik denk dat ik geen keuze heb. Even kijken wat hij doet. Als ik gewoon vlak doe en eventjes twee. En dan een cirkel. En nee, dan maakt hij toch dit zo, dat is niet zo goed. Even kijken. Wow, kijk wat een snelheid hij heeft. Ongelooflijk. Ja, dit is echt bizar. Heerlijk zo'n achtbaantje als dit. Oké, dan maakt hij hier gewoon een bochtje weer. Ik weet niet of hij dit gaat halen hoor. Het moet gewoon achter elkaar worden getest. Dat zou heel mooi zijn als hij dit haalt natuurlijk. Zo, dan zou je dit weer recht kunnen maken. Kijk hoe hoog hij nog steeds is hè. Als hij dit haalt, dan kun je nog steeds lekker veel snelheid erin gooien. En misschien kan hij hier nu onderdoor. Even kijken of dit allemaal gaat halen. Nou, dit gaat perfect. Oké, volgende bochtje. Hoppakee. En haalt hij dit nu ook? Ja, haalt het net hoor. Maar dan moet hij eigenlijk gelijk weer naar beneden. Zo. En zit er ook een looping erin? Even kijken hoor, of dat mogelijk is. Want die hebben natuurlijk allemaal... Ja, dan zou je zoiets erin moeten doen. Maar ja, gaat hij dit halen? Misschien als ik hem kleiner maak, dan gaat hij er wel onderdoor. Dat is al super gaaf. Hang je even op zijn kop. En dan moet je eigenlijk weer terug gaan. Maar daar heb ik dan weer geen plek voor. Dus je zou eigenlijk even kijken. Zou die weer niet op zijn kop moeten gaan? Ik weet niet of je dat kan instellen. Oh, misschien met deze dan. Juist. Even kijken of dit gaat halen. Het zou heel tof zijn. Oké, wow. Kijk hoe vet. Hoppakee. Oh, nee. Ja. Jammer dit. Hij haalt het gewoon niet. Oké, dan moet ik hem iets sneller naar beneden laten gaan. Misschien wat steiler. Of gewoon wat sneller natuurlijk. Kijk, als je nou dit doet, zo. En dan doen we wel... Oh, wel een looping. Dat zou nog vetter zijn. Maar ik weet niet of die een beetje in de weg zit. Want ja, het zou wel kunnen hoor. Maar dan moet je het pad er onderdoor laten gaan. En volgens mij is het nog redelijk hoog. 4,5 meter. Twee loopings zou ook kunnen. Maar het moet natuurlijk ook geen looping achtbaan worden. Dus vandaar, ik ga gewoon één looping gebruiken. En misschien kunnen we nu wel iets zo doen. Dat hij een bocht maakt. En dan nu weer recht, zo. Kijk hoor. Moet hij weer eventjes van 30% graden. Moet hij dan naar 0. Ik ben benieuwd of hij dit haalt. Want het zou heel tof zijn. En dan zou hij hier bijvoorbeeld weer even in een spiraal naar beneden kunnen gaan. Een grote spiraal. Hij haalt die looping. Oeh, hij haalt hem. Maar dan weet ik niet of hij dit haalt. Want hij heeft niet zo heel veel speed meer. Ja, dit haalt hij wel. Oké, super. Nou, dan gaat deze natuurlijk naar beneden. Dit moet omlaag ingesteld worden, juist. Gaat hij over het pad in. Dat is natuurlijk, hou ik wel van als hij zo over het pad gaat. Dat hebben we natuurlijk ook bij de andere attracties. En misschien kan ik hem hier wel door laten gaan. Want hier hebben we nog een ruimte. En die kunnen we mooi gaan gebruiken. Dus even kijken. Doen we dit even naar 2. En dan draai ik hem hier weer met de procent naar beneden. Mag hij wel weer speed krijgen natuurlijk. Misschien die stijlen. Zo. En kijk, waarom maakt hij hem nou weer zo stijl? Dat vind ik zo jammer. Dan moet je hem eigenlijk gewoon zo doen. En dan pas een bocht. Zo. En dan gaat hij hier langs de vuurtoren. Het zou nog vetter zijn als hij er omheen ging. Maar op zich dat hij er langs gaat vind ik al tof. Ik vind dit een beetje een lelijk heuveltje. Ik weet niet hoe hij dat... Ja, dat kan op zich wel. Ziet er wel leuk uit. Oké. En dan gaat hij hier weer even omhoog een stukje. En dan mag hij hier weer een draai maken. En dan gaan we ongeveer richting het einde. Misschien kan hij wel twee spiraaltjes maken naar beneden. Nee, er zit wel alles van alles in de weg. Dat is zo irritant altijd. Even kijken, als ik nou deze groter maak... Kan hij dan wel de onderdoor? Ook weer niet. Oh, wat verschrikkelijk. Uiteindelijk moet hij bij 3 uitkomen. Dus we zitten nou op 5. Dat is op zich ook wel redelijk. Even kijken hoor. Hij gaat omlaag. Ik weet niet wat het probleem nu precies is. Waarom hij dat niet goed doet. Nou, doen we even deze. En build. En nu de bocht. Kijk, dat wordt wel heel krap. Maar als we dat nou 4,5 maken. Nu doet hij het wel. Kijk, dit wil ik gewoon. Even op het einde zo... Een leuk spiraaltje is ook leuk voor als je hier staat. Dan kan je ook die achtbaan zien. In het midden misschien nog wel een paar boompjes. Kijk. Maar, oh, ik ben wel vergeten. Ik zie het al. Wat stom van me. Als je die spiraal doet, moet je natuurlijk wel een beetje zo dat die... Hij kan ook aan de buitenkant gaan. Dat hij zeg maar naar buiten steekt. Dat is ook heel erg apart. Zal ik dat gewoon eens doen voor de gekkigheid? Oh, dan kan hij dit weer niet halen. Oh, jongens. Dit is echt heel erg irriterend af en toe, die beelder. Kijk, nu gaat het wel weer. Nou, dan laten we hem niet aan de binnenkant. Dan gaan we gewoon zo op deze manier verder. Zo, doen we dit eventjes naar deze kant. Mag die slalom het naar daar. Dat vind ik gaaf, dit stuk. Ja, heel vet. En dan gaan we naar het einde toe. Nou, dat is deze streep. Ik doe meestal met de terrein toe. Doe ik het eventjes zo. Doe even een opvallend zwart kleurtje geven. Dat hij even één lijn heeft. Dat is wel makkelijk, dit soort dingen. Zo, en daar moet hij dan ongeveer opkomen. Dus even dit weer weg afsluiten.
Misschien kan hij wel zoiets. Volgens mij komt hij al redelijk in de buurt. Hij maakt wel echt een mooie snelheid nu. En dan doen we hem, even kijken hoor. Deze op 0%. En dan moet hij weer een klein beetje, oh niet 5%, 0%, kom op. Yes. En dan moet hij een beetje naar beneden. Echt een heel klein beetje. Zo, dit is voldoende. En dan moet hij naar het einde toe. Oké. Okay. Nou, dan gaan we hier de remmen erin gooien. En dan hebben we misschien wel een langer station. Het is best een lange track. Het is een lange track. Ik kan er niet in zitten. Ik kan geen onrijp maken. Maar ik kan natuurlijk wel even de achtbaan testen. Om te kijken hoe deze achtbaan precies gaat. En ik kan natuurlijk wel even het cameraatje volgen. Dan kun je zien hoe de trein gaat. Het zijn echt heel veel treintjes. Althans, heel veel karretjes. Het is geen compacte achtbaan, zoals je ziet. Dus ik kan hier een beetje de berg omhoog gooien. Dat die wel echt de berg op gaat. Dat is wel vet. Maar ja, ik vind wel dat hij goed gebruik maakt van de omgeving. En dat vind ik eigenlijk wel belangrijk. Als we hier natuurlijk wat bergjes maken. Oh, die boom verdwijnt daar zoals je zag. En het wordt alweer mooi weer. Nou, ik vind het echt een hele vette attractie. Waarop het einde krijg je lekker de speed er weer in. Hoppakee, schuimbochtje. En dan bij de remmen. Ja, ik vind het een leuk achtbaantje. Zeker weten. Nou, in de volgende aflevering gaan we in ieder geval deze attractie een beetje teamen. Wel even met cactussen werken en de ondergrond. En dan gaan we ook nog een beetje het terrein ophogen. En dan onder de achtbaan door. Dus dat zal dan ongeveer het pad hier naartoe gaan. Even kijken. Doen we even dit pad selecteren. Zo ongeveer ga je dus naar de dark ride. Dus de ondersteuning zal ook voornamelijk een beetje verdwijnen zoals je ziet. Maar misschien kunnen we wel eventjes custom supports eronder maken. Dat zou heel vet zijn. Dan hebben we hier nog plek voor eventueel flat rides. En ja, dus dan wordt dit gebied echt wel een soort van het gebied van de achtbaan. Nou, dit was echt wel nodig. Ik ben wel echt blij dat we weer een achtbaan hebben aangeschaft. Want dit park hoort eigenlijk gewoon een groot achtbaancomplex te zijn. Volgende keer gaan we dan dit gebied teamen, maar dan gaan we ook gelijk dit gebied nog even meepakken in een versnelde video. Laat een leuke comment achter en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Parkitect. Doei doei!